First Lady Melissa Santokhi-Sinashery moedigt jongeren aan te blijven streven naar optimale inzet in het kader van de derde jaarlijkse Mental Health Action Day, die vandaag wereldwijd wordt herdacht. De First Lady gelooft dat mensen door gebruikmaking van het karakter veerkracht tegenslagen kunnen overwinnen. Aangezien dat nu vooral na de COVID-crisis niet altijd gemakkelijk is, adviseert ze jongeren om onder alle omstandigheden goed voor zichzelf te zorgen. Neem de tijd om te ontspannen, deel te nemen aan activiteiten waar je van houdt en vraag om hulp. Druk je gevoelens uit en wees niet bang om met anderen te praten. Het delen van je zorgen kan een grote opluchting zijn. Ook kunnen deze kwetsbare momenten zorgen voor hechtere connecties met anderen. Je merkt gauw dat je niet de enige bent die bepaalde gevoelens ervaart. Tegelijkertijd wil ik het hebben over een ernstig probleem dat helaas maar al te vaak voorkomt. Gevoelens van wanhoop en dat je het niet meer ziet zitten in het leven. Dat problemen eindeloos lijken en niemand je begrijpt. Als je ooit met deze gedachten en gevoelens hebt geworsteld, wil ik dat je weet dat je niet alleen bent. Ik snap dat op het moment jij je midden in het probleem zelf bevindt, het moeilijk is om oplossingen te zien. Wees daarom alsjeblieft niet bang om hulp te zoeken en te praten over wat je doormaakt. Een ander die bovenop het probleem staat, kan jou gemakkelijker een hand reiken, zodat je in oplossingen kunt denken. De First Lady ziet ook een rol voor ouderen om een veilige, ondersteunende en vooral accepterende gemeenschap te creëren voor jongeren. Zo gelooft ze dat de stigma rond mentale gezondheid doorbroken kan worden via begrip en medeleven. Ook door open te zijn over onze gevoelens en uitdagingen, moedigen we elkaar aan hetzelfde te doen en maken we samen de weg vrij voor positieve verandering. Ik wil ook ouders, leerkrachten en een ieder met een opvoedende rol op het hart drukken om geduldig, begripvol en ondersteunend te zijn naar onze jongeren toe. Ze hebben u nu meer dan ooit nodig om er voor ze te zijn. Laten we ons vanaf vandaag ook extra inzetten om onszelf en onze jongeren te ondersteunen in het opbouwen van veerkracht en empathie. We moeten onze samenleving omvormen tot een plaats waar mentale gezondheid een prioriteit is. Het kan levens redden en bijdragen aan een betere toekomst voor iedereen. De First Lady gelooft dat samenwerking kan leiden tot een samenleving waar niemand zich alleen voelt en dat positieve veranderingen mogelijk zijn als mentale gezondheid een prioriteit is van een ieder.